In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. En met uw geest. Broeders en zusters, kinderen in Christus. Van harte welkom hier in de Sint-Isidore-kerk te Reeberg. En ook u allen die met ons meevieren via Apinti of via het net. Vandaag vieren we de 29e zondag door het jaar, tevens Wereldmissie Zondag. Geven is een belangrijk onderwerp in het evangelie vandaag. Vandaag gaat het over het geven aan de overheid en het geven aan God. Het is een goede gelegenheid om na te denken over onze verhouding met de overheid en onze eigen houding in het leven. Nemen wij daarin zijn woord en voorbeeld als richtsnoer. Broeders en zusters, beleiden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik een zondaar heb
in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom zing ik de Heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Laten wij bidden. God, Gij alleen zij de Heer en niemand anders. Help ons oprechte christenen te zijn, dat wij niet offeren aan geld of goed, dat macht en aanzien ons hart niet maken tot een steen. Maak dat wij de blik op Hem gevestigd houden, die ons van U het levend beeld gegeven heeft. Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Plaats voor de lezingen. Uit de profeet Jesaja. Zo spreekt de Heer tot Cyrus, zijn gezalfde, die hij bij zijn rechterhand heeft genomen.
om de volkeren voor hem neer te werpen. Om koningen de gordels van de lenden te trekken, om deuren voor hem open te stoten en geen poort gesloten te laten. Het was omwille van mijn dienaar Jacob en om Israël mijn uitverkorene, dat ik u bij uw naam heb geroepen en u een eretitel heb gegeven, alhoewel gij mij niet kende. Ik ben de Heer en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik heb u omgord zonder dat gij mij kende, zodat allen het nu kunnen weten, die van het oosten en die van het westen. Ik ben de Heer en niemand anders. Woord van de Heer. De eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. Van Paulus, Silvanus en Timotheus. Aan de christengemeente van Thessalonica. Die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade voor u en vrede. Wij zeggen God dank voor u allen, telkens wanneer wij uw naam noemen in onze gebeden. Onophoudelijk gedenken wij voor het aanschijn van God, onze Vader, uw werkdadig geloof, uw onvermoeidbare liefde en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus. Wij weten, broeders en zusters, dat God u lief heeft en dat gij door hem zijt uitverkoren. Want wij hebben u het evangelie verkondigd, niet alleen met woorden, maar met kracht en heilige geest en volle overtuiging. Woord van de Heer.
Gij schitters als sterren in het heelal. Houd het woord des levens vast. De Heer zij met u. En met uw geest. Lezing uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Christus van u zijn de glorie. In die tijd gingen de Farizeeën onder elkaar beraadslagen hoe ze Jezus in zijn eigen woorden konden vangen. Ze stuurden hun leerlingen met de Herodianen op hem af met de vraag: Meester, wij weten dat gij oprecht zijt en de weg van God in oprechtheid leert. Gij stoort u aan niemand, want gij ziet de mensen niet naar de ogen. Zeg ons daarom, wat dunkt u? Is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet? Maar Jezus doorzag hun valsheid en zei: Waarom probeer gij mij te vangen, gij huichelaars? Laat mij de belastingsmunt inzien. Ze hielden hem een geldstuk voor. Hij vroeg hun: Van wie is deze beeldenaar en het opschrift? Zij antwoordden: Van de keizer. Daarop sprak hij tot hen: Geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt. Woord van de Heer. Dierbare broeders en zusters in Christus. Vandaag vieren wij Wereldmissie Zondag. In de verschillende RK kerkgemeenschappen en ook parochies is het bekend dat wij op deze dag samen gaan collecteren tijdens de dienst en alle collectes die wij hebben verzameld overal ter wereld worden naar Rome gestuurd en dan wordt dit gebruikt ter ondersteuning van het missiewerk van de Rooms-Katholieke Kerk en ook de verkondiging van Gods woord overal ter wereld. En dat weten vele katholieken al. En dit is eigenlijk een van onze manieren om missionair te zijn.
dat wij onze tegoeden, onze tijd, onze talenten ook aan God en ook aan die anderen geven. Wij delen wat wij hebben, delen met de anderen. Dus missionair kan ook identiek zijn met het geven, met het delen. En zo horen wij ook vandaag in het evangelie. Aan het eind van het evangelie van vandaag horen wij van: geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt. Dus broeders en zusters in Christus, nogmaals, geven is een belangrijke woord die wij vandaag in het evangelie lezen. Wat kunnen wij geven? Zowel aan het land, aan ons geliefd land Suriname, en ook aan God, onze Vader. Dat moeten wij op deze wereldmissiezondag nadenken. Want vaak genoeg zitten wij met zoveel vragen. Vragen naar wat? Vragen naar ons land, naar de overheid. Die moet ons iets geven. Die moet ons zorgen. Die moet voor ons doen. En dat vragen wij ook vaak. En ook vragen aan God. Vanaf vroegsmorgens, wanneer we opstaan, wanneer we gaan bidden, is er altijd vraag van ons. Wij vragen onze God: God, geef mij deze. God, geef mij die, zoals mijn buurman of buurvrouw of die andere buurkinderen. God, geef mij gezondheid, geef mijn familie, geef mijn leerlingen, geef mijn lieve mensen dit en dat. En die zijn ook onze vragen. Dierbare broeders en zusters in Christus, vergeet niet dat behalve we vragen, vragen en vragen, is ook onze plicht om te geven, zoals Jezus vandaag aan ons heeft gezegd. Wat kan ik geven voor mijn geliefd land, tot ontwikkeling te brengen? Wat kan ik geven? Of in andere woord, wat kan ik bijdragen aan mijn land? Dat is ook belangrijk. En dan niet alleen dat wij vragen en vragen. En ten tweede, wat kan ik ook doen? Wat kan ik ook geven voor de glorie van de Heer? Niet voor de glorie van mijn persoon, maar de glorie van God. En broeders en zusters in Christus, wij kunnen geven omdat wij iets hebben. Toch? Het is normaal. Wij kunnen geven omdat wij iets hebben. Of is het tegoeden, of is het geld, of is het de tijd, of is het ook de talenten. Omdat wij iets hebben. En iedereen heeft altijd
Als het kind geld of te goeden, dan heeft iedereen tijd, zeker. Maar soms zeggen we van, ik heb het druk, pater. Sorry, ik kan niet, ik heb geen tijd. Terwijl tijd hebben wij altijd. Of wij vrij willen maken of niet, dat is de andere punt. Geld misschien niet, maar de tijd hebben wij ook altijd. En ook de talenten. Elk persoon heeft talent. De ene heeft meer, de andere heeft minder. Dat is normaal, maar iedereen heeft talent. En zeker heeft een ieder deze dingen. En wij kunnen geven van wat wij hebben. Dat kunnen wij doen. Zelf de jongeren bijvoorbeeld zeggen van, pater, ik werk nog niet. Ik heb geen geld, dan kan ik ook niets geven. Oké. Wij begrijpen jullie helemaal. Maar al verdienen jullie nog niet. Zij zijn nog jong. Zij werken nog niet. Ze hebben nog geen baan. Ze verdienen nog niet. Maar zij kunnen ook hun tijd ook aan God, aan het land, aan die anderen ook geven. En zeker tegenwoordig zijn er veel jongeren met hun talenten. Maar wat gebruiken ze voor die talenten? Ze hebben veel talenten. Zeg bijvoorbeeld, vele jongeren zijn expert met hun mobiel. Toch? Maar wat zullen ze gebruiken? Een evangelisatie door een korte video te maken en daarna delen met die anderen. Een getuigenis in plaats van alleen maar kijken, kijken, kijken en dan worden we verslaafd van. Toch? Ze zijn expert. Die oma kan nog niet eens die lock open te maken. En die jongeren zijn meer. Nog in 1 minuut kunnen ze alles doen. De enige keer heeft die oma of die opa probleem. Ik kan mijn WhatsApp niet openmaken. Omdat die wifi niet aan is. Maar de jongeren kunnen direct weten. En de vraag is wat wij kunnen geven. Zowel voor ons land en ook voor God. Niet voor de glorie van mijn persoon, maar voor God. En dat is een missionair werk die wij kunnen doen. Wij kunnen zingen, wij kunnen muziek spelen. En dat doen wij graag voor de glorie van de Heer. Dat is helemaal goed. Missionair. En dat horen wij ook of maken wij ook mee. Als ik bijvoorbeeld met de senioren praat. En dan vertelden ze over onze vroegere missionarissen. Die vanuit Europa hier zijn gekomen. Ze hebben alles gegeven. Hun tijd, hun land verlaten, hun familie. Dat is missionair. Ze bouwen hier in ons land scholen, ziekenhuizen, bejaardentehuizen. Ze geven alles, alles, alles. En dat is een voorbeeld voor een ieder van ons. En nu worden wij ook verwacht. Wat kunnen wij ook geven?
durven wij ook als een jongere generatie in ons land ook in de toekomst naar buiten te gaan. Zelf buiten ons land, buiten Suriname, om missionair te zijn. Om Gods woord te verkondigen. Om onze tegoeden, onze tijd, onze talenten niet voor zichzelf behouden, maar voor de Heer en voor de anderen. Broeders en zusters in Christus, dat is een uitdaging, maar dat is ook een uitnodiging voor ons allemaal hier. Vandaag op deze missie zondag. En zoals het thema van deze missie zondag. Hearts on fire, feet on the move. Ons hart moet warm worden. En daar dan gaan we bewegen, iets doen. Dan gaan we iets doen voor het land en ook voor de Heer. Het is een thema die geïnspireerd wordt door de twee Emmausgangers. Hearts on fire, feet on the move. Omdat zij Jezus ontmoeten. En de ontmoeting met Jezus was door het breken van het brood. Die wij nu hebben in de Eucharistie. Dus wat wij nu bezig zijn met de Eucharistie, dat is ook een goede start. Dat is een start. Dat is een bron die wij moeten behouden. De Eucharistie. Een bron van onze kracht om verder te gaan. Zonder Eucharistie kunnen wij niks doen. En daarom zijn we ook dankbaar dat onze jongeren ook bezig zijn in de Eucharistie om hun talenten ook aan God te geven. Eucharistie wordt de inspiratie. En daarom worden wij uitgenodigd elke zondag om naar de kerk te gaan. Al is er uitzending van Apinti, maar het is nu geen COVID-tijd meer. Het is aanbevolen voor de gezonde mensen om feet on the move naar de kerk te gaan. Om ergens te gaan te evangeliseren. Niet alleen maar op Facebook kijken, in de keuken en daarna zeggen ze van, ik heb Eucharistie al gevolgd. Het lichaam van Christus, het breken van het brood is belangrijk. Want van daaruit worden wij warm en dan kunnen wij ook gaan om Gods woord te verkondigen. De ontmoeting met Christus is heel erg belangrijk, zodat wij ook verder het evangelie kunnen verkondigen. Zodat wij niks gaan missen. Zodat wij altijd in de pad van de Heer kunnen lopen. Omdat wij voor God en ook voor het land ons best willen geven. Dat is missionair. Zo dierbaar broeders en zusters in Christus, nogmaals, met deze wereldmissiezondag worden wij uitgenodigd. Zoals wat Jezus van ons zegt. Wat kunnen wij geven voor ons geliefde land, voor het volk van God en ook voor God zelf. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij nu gaan staan, en dan bidden wij de apostolische geloofbelijdenis. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde,
en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is op kruis gestorven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Voorbidden. Bidden wij tot God die ons geeft wat wij nodig hebben. Wij bidden voor de kerk, het lichaam van Christus, dat in het leven van de gelovigen de liefde van Christus zichtbaar wordt. Dat we geven wat de andere nodig heeft en positief bijdragen aan het maatschappelijk leven, dat ieder daarbij zijn en haar verantwoordelijkheid neemt. Laat ons bidden. Heer, wij vragen u voor ons. Wij bidden voor de samenleving, om begrip en mildheid, dat mensen niet verharden in hun standpunten, maar zoeken naar mogelijkheden. Dat we onze energie stoppen in het oplossen van problemen, waar iedereen wat aan heeft. Laat ons bidden. Bidden wij voor hen die het geloof verkondigen, dat zij laten blijken waar het hart klopt van hun diensttaak, de liefde tot God en tot de medemens, om te getuigen van Gods liefde zonder grenzen. Laat ons bidden. Bidden wij voor de grondproblemen in het bisdom Paramaribo, vooral in Kopieweg, dat er een goede oplossing komt, dat de leiders naar het belang van het land en het volk willen luisteren en nooit opgeven om te strijden voor de rechtvaardigheid. Laat ons bidden. Heer, wij vragen u voor ons. U krijgt nu de gelegenheid voor uw eigen intenties. Laat ons bidden. Heer, wij vragen u voor ons. Wij hebben nu samen een wezensgroet, want Maria is onze voorbidster. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen. Heer, gij weet wie wij zijn. Gij kent ons verlangen naar het goede, naar vreugde en geluk. Wij geloven dat Gij het licht der wereld zijt, dat Gij warmte brengt en vreugde door Christus onze Heer. Amen. Mag plaatsnemen. Thank you.
bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen. Heer, vrijmoedig naderen wij tot u en wij blijden met deze gaven, dat gij de gever zijt van alle goed. Ontvang ons in de tempel waar gij tegenwoordig zijt, samen met de verheven hoge priester, Jezus Christus, onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verhef uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Door Christus onze Heer. Door mens te worden heeft hij de oude mensheid een nieuwe jeugd geschonken. En door het lijden te aanvaarden, heeft hij onze zonden uitgewist. De toegang tot het eeuwig leven heeft hij vrijgemaakt door uit de doden te verrijzen. Door naar u zijn Vader op te gaan, heeft hij de poort ontsloten die tot de hemel toegang geeft. Daarom, met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn en zingen u toe vol vreugde. Bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Thank you.
verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zijn dood en vrijzenis in dag te God bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam het bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch Heer aan uw kerk verspreid over de hele wereld. Dat haar liefde volkomen wordt één heilig volk met Franciscus onze paus, Karel onze bisschop, Wilhelmus onze bisschop emeritus en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der vrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier in uw liefde in uw welbehagen, waarde bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn, en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laat ons bidden. Aangesproken gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen. Onze Vader die in de ons hier van alle kwaad, die vrede in onze dagen, dat wij gezien door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en bevelen tegen alle onrust. Vol wachten op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u in zijn koninkrijk. Yeah.
Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van de kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heeren zij altijd met u. En met u wees. Geef elkaar dan een teken van vrede. Zalig zij die genoten zijn aan de maaltijd des Heren, zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat u bij mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Thank you.
Laten wij bidden. Heer, met veel verlangen zijn wij naar u toe gekomen, maar gij zendt ons niet weg met lege handen. In brood en wijn hebt gij ons uw zoon gegeven. Wij vragen u om kracht voor de taak die gij ons toevertrouwt, dat wij elkander dienen in uw naam, zoals uw zoon het ons heeft voorgedaan, Jezus Christus, onze Heer. Amen. Ik wil heel hartelijk dank zeggen aan u allemaal, aan iedereen, vooral aan de Sint Isidore Kerk die voor ons heeft voorbereid voor deze dienst, voor het koor en ook muzikanten. Heel hartelijk dank voor jullie ondersteuning, dat jullie ons hebben geholpen. Diaken Sonny Waterberg ook, die ons ook assisteert. Zuster Denise, zuster Odilia, die nog steeds onze jongeren vormen en begeleiden in het koor. Wij danken jullie allemaal. Wilt u deze jongeren ook ondersteunen, dan kunt u ook met ze contact maken. Indien u deze kerk, de Sint Isidore Kerk, ook wilt ondersteunen en uw bijdrage wil leveren, wij zijn bezig om eerst de poort op te zetten en daarna die omrastering van de kerk, zodat er veiligheid is hier in onze kerk. Dus uw bijdrage is altijd welkom. U kunt ook via de bank overmaken, DSB rekening nummer 2458802. Ten name van RK Bisdom, Kerkbestuur Sint Isidore. En nogmaals, dank u wel voor uw bijdrage en uw ondersteuning. Laten wij nu de zegen van God vragen om deze dienst af te sluiten. De Heer zij met u. En met uw geest. Zegene u de Almachtige God, Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat u allen heen in vrede. Wij danken God.